Dag lieve mensen, wat leuk dat jullie kijken. Jullie vonden de video van woensdag over de iPhone 10 zo leuk. En toen heb ik al gezegd, stiekem, dat we nog een cameratest gingen doen. Dat is vandaag aan de hand. Je ziet Tom nu in 4K, 60 fps. Maar we gaan nog veel meer shoots doen vandaag. Even de bekende tractor fotograferen. Is het een welbekende tractor? Normaal fotografeer ik deze altijd met meerdere lensjes. Maar nu hebben we deze knop. En dan kunnen we gewoon dichterbij komen zonder dat er een lens op zit. De image stabilization is ook weer beter geworden. Dus we kunnen nu ook rennen de tractor. Nee, dat gaan we niet doen. Een van de vele verbeterde functies naar mijn mening is de front-facing camera. En dat is dus ook gelijk dit eerste voorbeeldshot. En dan hebben we het nog niet eens over de back-facing camera gehad. Wat jullie net zagen was het allereerste shot gefilmd op de selfie-camera. Super goede kwaliteit als je het mij vraagt. Maar de selfie-camera op de iPhone 10, de reden waarom jij de iPhone 8 moet overslaan, is namelijk de portrait-functie zelfs op de front-facing camera. En hieronder heb je ook nog allerlei verschillende soorten lichtpunten. Natuurlijk ziet hij nu gewoon een camera in plaats van een hoofd. Maar we gaan dat even met mijn hoofd testen. Maar nou, dit is dus de portrait mode op de front-facing camera. Fotootje? Jullie zijn misschien gewend op de iPhone 8 Plus, maar we hebben nou verschillende lichtmodes die hij dus ook zou moeten pakken. Dus we gaan naar studio licht, wat heel raar is buiten. Contour light. Deze is wel fancy, moet ik zeggen. Toneellicht. En toneellicht mono. Deze portrait functie die is nieuw op de iPhone X of de iPhone 10. Door alle sensoren die bovenin zitten in dus die inkeping. Maar hij bestaat al langer op de iPhone 7 Plus en de iPhone 8 Plus. Ik ben benieuwd hoe die in de iPhone 10 is. Ik verwacht niet heel veel verschil, maar laten we dat gewoon gaan testen. Dit is nu de portrait mode met gewoon de natuurlijke functie. Is hier veel aan veranderd? Ik wil niet te lang stilstaan bij de portrait mode, maar deze lichtstanden vind ik wel cool. Dus dit is studio. Op dit moment kijken jullie en ook ik naar contour. Dit is toneellicht. Doet hij het nou wel? En als laatste toneellicht mono. Dit zijn de selfies. En het eerste wat me hierbij opvalt is dat ik het toch een beetje... Jullie hebben ook gezien trouwens selfies. Toch een beetje jammer vind dat hij niet helemaal mooi eromheen pakt. Maar als we gaan kijken naar bijvoorbeeld deze foto met deze portrait mode. Ja, dan is dit toch wel dat je denkt van yummy, yummy, yummy. En kijk ook even hoe scherp. Echt, hij pakt hem heel mooi rond dat oortje. Hier ben ik wel echt van onder de indruk. En je ziet natuurlijk die mooie notch als je inzoomt. Maar dit is wel een plaatje. En dan bedoel ik niet dat ik hier zo mooi kijk. Genoeg stilgestaan bij de foto's, belichting superleuk, maar video. Daar is namelijk een hoop veranderd. 4K 60 fps, maar ook de super slow motion moet je nog wel even instellen in de instellingen. Instellingen, dan gaan we naar beneden en dan gaan we naar camera. En bij camera staat er neem video op. Staat op 4K 60 fps, hoogste van het hoogste natuurlijk. Lekker slow motion op 4K. En bij neem slow motion op staat die standaard op het hoogste 240 fps. Maar de neem video op staat standaard op 30 fps volgens mij, Full HD. Dus die zou je dan nog even moeten veranderen als je 4K 60 fps wil filmen. Op dit moment film ik 4K 60 fps Tom. En nu kan dat ook. Nu kan ik ook inzoomen en over dus gaan naar de andere. En dat vind ik echt wel heel netjes. We filmen 60 fps, dus Tom, spring eens een paar keer op en neer. Oké, dat had ik niet zo leuk in gedachten dan dat het daadwerkelijk was. 60 fps, het mooie 60 fps is dat je al slow motion kan doen. Maar 240 fps, dat heeft hij in zich. Slow motion functie tegenwoordig 240 fps. We gaan iets zoeken wat in slow motion gefilmd kan worden. Dat wordt hier lastig, maar we gaan op zoek. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat het lukt. Zag er wel grappig uit. We'll be right back.
Ten eerste wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. 4K 60fps, 240 frames per seconde, super slow motion. Dat is iets wat ik heel graag op mijn telefoon had willen zien. Heb ik ook gevonden op de iPhone 10. Ik hoop dat jullie het leuk vonden deze video te kijken. Ik heb een aantal fotofuncties, een aantal videofuncties behandeld. Ondertussen zie je hem ook op de beeldkwaliteit wel downgescaled naar 1080p. Maar ik hoop dat jullie in ieder geval een goede indruk hebben gekregen van hoe de camerakwaliteit van de iPhone 10 eruit ziet. En dan ben ik eigenlijk nog maar één heel belangrijk ding vergeten. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!